Wow, sloom, traag, lekker, langzaam. Lekker, ja, I love it. Ja, echt My Dying Bride. Langzame, slome doom metal. Yes. Mooie melodieën. Wij zijn allebei ontzettende doom fans. Wat betekent My Dying Bride voor jou? Wow, ja, My Dying Bride. Ik heb ze denk ik in 1993, 94 leren kennen. En ik kan me nog goed herinneren, de eerste Dynamo Open Air waar zij optraden, was volgens mij ook hun eerste optreden op het vasteland van Europa. Ja, dat was echt vet, daar stond ik bij. En dat is voor altijd gewoon bijgebleven, dat is kippenvel als ik eraan denk. Dus My Dying Bride betekent echt veel voor mij. Ik heb al hun, hun nummers staan altijd op mijn telefoon, die draai ik altijd 24/7. Ze staan er altijd wel een keer op, ze staan er altijd een keer tussen. Dus ja, ik ben echt dik fan van hun. Ja. En My Dying Bride is eigenlijk natuurlijk traag. Het is doom. Dat is het gevoel, weet je maar, wat me aanspreekt. Ja, ja, ja. Het heeft jou zoveel aangesproken dat je uiteindelijk zelf ook gewoon in de doom scene terecht bent gekomen als gitarist, hè? Ja, min of meer wel, ja. Was je al aan het optreden of aan het spelen toen je My Dying Bride zag? Nee. Ik heb vanaf mijn 30ste pas in een band gezeten en vanaf mijn 15e misschien in de metal. En al die jaren geen band gehad, maar wel altijd verschrikkelijk veel metal geluisterd. Veel festivals gezien, natuurlijk veel concerten. En My Dying Bride sprong er altijd wel in die zin tussenuit dat hij echt de teksten, het gevoel, de emotie. Ja, dat doet dat met je soms. En als je in de juiste mood bent, het flirt mij altijd op. De meeste mensen zeggen van joh, wat is dit voor depri? Maar ja, ik vind het echt, het flirt mij op en ik word er blij van uiteindelijk. En dat is belangrijk. Ja. Gek is dat, hè? Ja, ik heb dat ook. Voor mij is het ook, doom is voor mij gewoon, dat heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ja. Als gitarist hou ik natuurlijk van snel en alles drop en hè, al dat soort dingen. En toch, die trage, melancholieke tonen, er komt heel veel bij kijken. En daar willen we het vandaag ook een beetje over hebben. Ja. Die riffs, hoe je ze speelt, dat je op je tempo let en hoe je nou echt goed traag speelt. Ja. De harmonieën gaan we het eventjes over hebben en ook wel de, want jij zegt inderdaad dat gevoel, maar als je nou bijvoorbeeld vergelijkt met een black metal band, het gaat over Hail Satan en dat soort dingen, waar gaat het bij doom over? Wat zijn dat voor teksten? Doom is eigenlijk meer, denk ik, vaak soms wel poëtisch, maar ook wel persoonlijk. Het gaat vaak toch wel over de geest van de mens, denk ik. En, ook die viool natuurlijk bij My Dying Bride, die speelt daar een enorme rol in. Die maakt het zo droevig soms en zo tragisch. Ja, daar krijg je ook kippenvel van. Ik weet dat een van hun latere platen hebben ze die viool, die dan zo echt zo knijtervals. Echt, het klinkt bijna als een stervend paard. Ja, ja. En daar maken ze echt gewoon gebruik van om mensen echt gewoon het gevoel van verdriet te geven. Ja. En, De viool is echt super moeilijk trouwens, op podium ook. Een viool goed uitmixen. Sowieso viool spelen, live als het geweld op podium er is. Je hebt veel geluid. En spelen ook volgens mij gewoon met monitoren, dat is echt knallen. En om de viool dan scherp te houden, zeg maar, dat is echt knijtermoeilijk. Die mensen, als je viool speelt, je met je vinger iets een millimeter verzet, dan is het al vals. En dat is echt een kunst. En zij beheren dat, hun violisten zijn echt, die zijn goed. Want jij hebt natuurlijk ook, ik niet, jij wel. We staan best wel laag gestemd. Ja. En jij hebt een Evertune brug erop zitten, dus juist. Vooral met die lage stemming. Ja. Ja, je houdt de snaren goed in toon. Ja, dit is echt vet. Dit is Evertune. Kan ik je zeker aanbevelen. Ja, het is echt fijn. Als je het eenmaal gezien hebt, je wil nooit meer anders. Als je het eenmaal gespeeld hebt, dit is het gewoon. Je kunt doen wat je wil, maar deze raakt niet ontstemd. Dus dit is één keer goed zetten. De rest van de week, de rest van de maand staat het perfect. Ja, dat blijft staan, hè? Ja. En zeker met die lage stemming, als het dan echt gewoon... Je slaat best wel hard. Er zit zo'n stuk in waarbij ik dan echt... Ja, dat wil je ook. Ja. Dat wil je gewoon, weet je wel. Dat moet gewoon zuiver. Oké, we gaan het nummer even analyseren, wat we gedaan hebben. We beginnen heel open. Later pas komt een band erbij. Heel vaak lange partijen, open stukken. Wij hebben een harmonie geschreven samen daarop. Ja. Een van de dingen die mij altijd opvalt bij My Dying Bride en toch wel andere doom bands ook, is... het is een harmonie. Ze liggen op elkaar. Ze maken samen mooie noten. En het is toch... andere partijen. En wat ik altijd een beetje merk is, je hebt aan de ene kant andere kant en het gekke is dat je dan, als je naar de muziek luistert, hoor je soms een soort van
derde partij. Je gaat een combinatie van die twee partijtjes horen in je hoofd, die eigenlijk niemand speelt. Want jij speelt dat stukje, ik speel dit stukje. Ja. Maar de luisteraar hoort misschien heel iets anders. En daar gebeurt voor mij echt die magie, weet je wel. Ja, we doen het ook echt inderdaad. Het zoeken naar de perfecte klank. Als inderdaad iemand een melodie speelt, ja, heel eenvoudig. En de tweede gitarist speelt eigenlijk een partij, die is niet harmonisch in die zin dat hij exact hetzelfde kopieert. Maar dan 3 noten hoger. Maar hij doet het gewoon net iets anders, omlaag, omhoog, uit elkaar. Dat doet mijn Dying Bright veel. Ze kopiëren elkaar niet, maar ze maken echt 2 melodieën. Daarom hebben ze ook geen solos nodig, hè. Solos heb je alleen maar nodig om te laten zien wat je kan. In Doom, wordt dat niet gedaan. Dat is gewoon de melodie, die is bepalend voor de riff. Die bepaalt het nummer en dat trekt mij ook aan. Gaaf. Ja, ja. We gaan ze even uit elkaar halen. Mijn partij, ik zal hem eerst even doornemen en dan kunnen we die van jou erbij pakken. Ja. Het moeilijk om dat goed op het tempo te krijgen. Je moet echt die noot precies op het goede moment en liefst zelfs eigenlijk nog te laat aanslaan. Ja. Ja. Hè, hoe later, hoe beter. Die helft. Je ziet het me al veel doen. Ik vind een kenmerk van die Doom-partijen, als je echt traag speelt met distortion, wat ze veel doen, is die slides. Dus je hebt een toon en normaal gesproken zou je dan dit spelen. Ik speel die toon en bij Doom is het vaak wachten tot je echt over moet en dan er naartoe glijden. Ja. Dus lang mogelijk wachten, ja. Maar dat maakt het zo, bam, weet je wel. Wat speel jij daar, bij die eerste noot, die eerste partij van jou? Ja, je blijft er echt een beetje achteraan hangen, wat hij net zei, het is echt... Je moet niet te snel willen spelen. De meeste mensen maken de fout, die voelen de snare aankomen, bijvoorbeeld van een drummer. En op het moment dat je hem al bijna hoort, gaan ze al spelen. Veel mensen maken toch een beetje de fout dat ze te snel aanslaan. Bij Doom is het een beetje bluesy erachteraan blijven hangen. Een beetje lazy, een beetje lui misschien. Ja, dat is eigenlijk bij Doom het belangrijkste, denk ik. Dat je niet te snel aanslaat. En inderdaad die hand naar die noot laat glijden, zo laat mogelijk. En dan krijg je ook een beetje drama erin. Als je harde noten pakt, bijvoorbeeld van... het begin. Dit noem ik harde noten. En die tweede serie is eigenlijk... Sloom, langzaam, wachten tot op het laatste moment. Die spanning die wordt opgebouwd in die nummers, met die trage partijen... Die wordt vaak toch wel ergens weer opgelost. Er komt weer een release dat je echt weer even wat tempo erin... zodat het stuk daarna wat traag is, weer trager voelt. Ja. We hebben een riff erachteraan gezet die lijkt op een bekende riff van My Dying Bride. Mm-hmm. En ik hou daar gewoon toef, klak, toef, klak. En dan mag je eigenlijk wel wat meer weer op die snare gaan zitten. Dan mag je meer... Ja. Hoef je niet zo lang te wachten. Ja. Want het is juist een up-tempo stukje. Ja. Dus die riff die ik doe... Afdempen, dus toch weer die slide erin. Die slide erin, dat maakt toch weer dat doomgevoel. En als we het vergelijken met andere stijlen van metal, bijvoorbeeld thrash metal of speed metal of wat dan ook, waarbij we het gehad hebben over dat dempen, die rechterhand die gaat vaak... Je houdt die noten heel kort. En bij Doom mag die noot best wel wat meer nog er doorheen klinken. Dus als je dan dempt, zul je rechterhand, op het moment dat je een palm mute, een damping met je rechterhand doet, hou je die hand toch wat vaker meer naar achteren, zodat die toon nog doorklinkt. Kijk. Ja, dit wil je horen. Zo, gewoon laag, die lompe tonen nog. En als ik mijn hand te ver naar voren zou zetten... Ja. Dat klinkt niet, dat gaat niet bij Doom. Dat moet gewoon... Precies.
Je hebt inderdaad, omdat het wat trager is, vul je hiermee juist een beetje de tijd op eigenlijk. Mm. En ook een drummer houdt er ook rekening mee. Die wil in zulke stukken, ja, dan wil die gewoon de crash of wat dan ook, wil die laten doorklinken. Ja. En daarmee maak je het ook voller en toch word je happy van, ja. Zeker. Ja. Er is zo'n band, ik weet de naam even niet, maar ik weet dat die spelen met een spiegel. En daar hebben ze een schuine spiegel voor op het podium, want de gitaristen die kijken naar het publiek. Maar ze hebben ook een spiegel. En die spiegel is alleen maar omdat ze dan in de spiegel kunnen kijken wanneer die drummer zijn ta. Want die spelen zo traag. Ja. En dan moeten ze echt kunnen zien wanneer die drummer naar beneden komt met zijn crash of wat dan ook. Ja, dat is gaaf. Dan gewoon echt zo. Dat is echt moeilijk. Wachten. Bam, dan erin. Ja, dat is gaaf. En daarna gaan we naar een... er is één zo'n nummer van My Dying Bride, we gaan hem even verder niet noemen. Maar een eindeloos tapping stuk. En die speel jij. Vertel daar eens wat meer over. Tappen, dat is eigenlijk... met je hand sla je de snaar aan, dus als een hammer. Normaal sla je natuurlijk de snaar aan met je plectrum. Maar nu tap je hem en dat betekent eigenlijk dat je... ik doe het gewoon voor. Dat je je hand op de snaar drukt, op de fret, op de positie waar je die noot wil hebben. Dat is in dit geval deze. En je hand, hand nummer 2, zeg maar, die blijft hier op het startpunt. Tap is eigenlijk, hoe leg je dat uit? Je hammert hem met je vinger op de fret waar je hem wil hebben. En waar je de noot eigenlijk zoekt, waar je de noot wil hebben. En je laat de snaar daar nou los, waardoor die ook weer een soort van dreun krijgt en ook weer gaat klinken. Dus het is gewoon heel simpel. Ondertussen moet je wel zorgen dat je dus met je hand niet de andere snaar aanraakt. En ja, die moet je eigenlijk dood zien te leggen. Dus je moet je andere hand gebruiken om de rest van je snaren eigenlijk rustig aan te raken. Zodat die geen ander bijgeluid gaan maken. Dat is best wel tricky altijd. Tik een keer mis, dan zit je eigenlijk, dan klinkt het niet, dan wordt het al vals. Het is eigenlijk een kwestie van oefenen. Maar niet al te moeilijk, denk ik. Er zijn heel veel bands die dat gebruiken. En het geeft wat extra's. Ja. Ja, het klinkt ook niet meer helemaal als een gitaar. Het klinkt meer als een, ik weet niet wat anders. Het klinkt niet meer echt als een gitaar. Ja, een beetje keyboardachtig of zo. Ja, zeker. Tappingstuk. Daarna die hele lange uitklank heb je ook vaak. We hebben dit stuk vanwege de lengte. We proberen alles een beetje kort te houden. Maar die lange akkoorden, die volle, rijke akkoorden. Ik speel daar een akkoord, gewoon standaard E-greep. We zouden die kunnen opvullen, dan zou ik, als jij die open E speelt, dan zou ik hem dus op de 7e positie, 2e snaar pakken. Als jij gewoon die open E pakt, doen we even samen. Als ik klaar ben met tap inderdaad, ook nog zeggen, dan is het zaak dat je je hand op een gegeven moment, ik heb een plek te maken in mijn mond. Ik moet toch ergens laten. En ik tap eigenlijk het liefst met mijn wijsvinger. En op dat moment dat je dus dat akkoord wil slaan, dan heb je eventjes tijd om plek weer te pakken. En het rest van het nummer gaat weer door. Dus daar kun je ook gebruik van maken. Je kunt ook zo'n trucje om even tijd te winnen, zodat het nummer weer vlekkeloos gaat lopen. Ik weet, James Hetfield, die pakt hem. Als ik zoiets moet doen en dan moet ik iets met mijn vinger of tappen of zo, dan ik heb de mazzel, ik speel met 3 vingers. Ik heb 2 vingers op het plectrum en een duim aan de achterkant. Als ik heel snel moet, dan wissel ik vaak en dan pak ik hem toch met 2 vingers, want dan kan ik hem wat meer over die snaren glijden. Maar bij Doom is dat zeker niet van toepassing. Dus ik speel dat meestal met 3 vingers erop. Dat is geen tip voor jullie, zo speel ik hem. Maar dat geeft mij de kans dat op het moment dat ik bijvoorbeeld zo'n tappingstuk moet doen, kan ik gewoon deze vinger optillen zonder dat ik mijn plectrum loslaat. Dus ik kan dat tapping hier pakken, want ik ben gewend om hem tussen die 2 vingers te houden. En voor Ferry, jij doet hem even weg. Dit is mijn positie eigenlijk. Ik heb duim en wijsvinger en ik heb mijn middelvinger eigenlijk achter liggen als een soort van, daar steunt je. En dat hij ook niet wegglijdt. Ja, ik heb mijn wijsvinger het liefst nodig bij tappen. Dat kan ook met je middelvinger, maar ik heb het meer feeling bij mijn wijsvinger. Dus vandaar. Plek hem even weg en dan gaan we door. Ja, en wat dat wou ik zeggen, die James Hetfield, die heeft hem volgens mij, dan doet hij dat intro met die akoestisch gitaar. En dan heeft hij hier. Denk het. Ergens zo, dus, waar haalt hij nou zijn plectrum vandaan? Dat zit dan daar. Ja. It's magic. Oké, jij pakt de E-greep en ik pak die. En dan dat kunnen we even horen hoe die 2 akkoorden elkaar aanvullen. Het is heel simpel. 1, 2, 3, 4... Ja, je voelt hem gewoon. Als je die akkoorden samen aanvult, dan mag dat lekker
dreunen. Meer dimensie, ja. Ja, je hoort hoog, je hoort laag. Het is voller. Ja, ja. Nou, één ding. Wij zijn samen ook een Doom-plaat aan het schrijven. Zijn we mee bezig. Gaan we nu niet over hebben. We zijn niet aan het promoten. Maar toch wel. Hij wordt wel heel vet. maar één van de dingen waar jij het vaak over hebt. En ik speel heel vaak thuis opnemen. Ja. Digitaal. Alles opnemen. In de computer. En dan ben je aan het opnemen. En één ding wat jij altijd over hebt. Wat jij mist. Weet je waar ik het over heb? Als je die gitaar ervoor houdt, dat hij zo... Ah, feedback. Ja, is dat? Waarom is het zo belangrijk? Ja, ik vind als je maar Dying Bright hoort, die hebben wel een aantal songs waar ze enorm veel feedback in hebben, zelfs hele albums. Ze gebruiken dat meer als een thema ook op een album. En daar krijg je zo'n aparte sfeer ook weer mee, zoveel drama denk ik en melancholie. En ja, die feedback, dat is eigenlijk je slaat een akkoord aan, je houdt hem voor je versterker, voor je Marshall top of voor je cabinet bedoel ik. En je laat hem lekker doorklinken. Ja, die feedback, dat is geweldig natuurlijk. Dat is een extra toevoeging aan de rest van de muziek. En My Dying Bride maakt daar heel veel gebruik van. Als je dat digitaal wel opneemt, als je achter je computertje zit en je hebt een apparaatje en je bent aan het spelen, dan lukt dat bijna niet. Dus het is gaaf om iets op te nemen, om echt live met een microfoon. Dat vind ik old school. Ja, zeker. Ja, echt dat je gewoon... Dan krijg je zo die boventonen. Ja. Dat is prachtig, prachtig. Ja. Oké, okay, we hebben die open tonen en daarna maken we hem af en dan doen we die intro riff nog een keertje. Ja, ja. Die hebben we laten zien. Je kunnen pakt vanaf hem nog de tap nog een keer spelen. Wat zeg je? Kunnen we vanaf de tap nog een keer spelen? Ja, is goed. Want ik pak dat slome doom chord. Jij pakt die. Ja. Nou, doen we die even samen voor. Ik pak mijn trage, logge akkoorden. Jij tapt hem en dan spelen we hem in één keer door tot het einde. Precies. Ja? 2, 3, 4. Vet. Slijpen. Gaaf. Ja. En ook bij deze aflevering is het weer zo. We mogen iets weggeven. Oeh. Wat krijgen ze deze keer? Volgens mij weer een eclipse. Ja. Ja. Er is weer een prijsvraag. Die staat in het tijdschrift. Als je de vraag goed weet te beantwoorden. Het antwoord wordt gegeven in deze video die je net gekeken hebt. Als je tot hier bent gekomen in de video. Dankjewel. Er valt een ESP eclipse. Een LTD eclipse te winnen. Waarmee je dan je eigen Doom-nummers kan gaan maken en zo traag mogelijk kan spelen. Stuur ze op, tag ons. Wij vinden dat gaaf om te horen wat jullie hiermee doen met die info. Of je een nummer gaat coveren van My Dying Bride of je eigen Doom-dingen gaat schrijven. Stuur het door, vinden we super gaaf. Tag ons. En we zien jullie in de volgende aflevering weer terug. Zekers. Stay metal.